Sommige graven in Nederland zijn al duizenden jaren oud. Je vindt ze vooral in Drenthe. Het zijn de hunebedden, want zo noemen we die graven. Een paar honderd jaar geleden dachten de mensen nog dat het bedden waren van reuzen die hier heel lang geleden geleefd hebben. Wie had anders die zware stenen van duizenden kilo's op elkaar gelegd? Gewone mensen konden dat natuurlijk niet. En als je goed keek, kon je kuiltjes in de stenen zien zitten. Dat waren de vingerafdrukken van de reuzen. Die reuzen noemde men huinen. Huinenbedden is in de loop van de jaren hunebedden geworden. Het bouwen van zo'n hunebed was een enorm karwei. Want één zo'n kei woog wel duizenden kilo's. Met boomstammen en touwen trokken ze de keien naar de plek waar het hunebed moest komen. Zo'n hunebed werd altijd op dezelfde manier gebouwd. Als alle keien op hun plek lagen, werd het graf afgedekt met aarde. Van veraf was het nu net een heuvel in het landschap. Via de opening konden de boeren contact houden met de doden. Van het licht naar de duisternis en andersom. Archeologen hebben de hunebedden onderzocht. Ze vonden er pijlpunten, sieraden en vooral heel veel potten. Die voorwerpen bleken meer dan 5000 jaar oud te zijn. Ze waren gemaakt door boeren die hier in kleine dorpjes leefden. Hun huizen bouwden ze van hout. Er werden houten palen neergezet. En daardoorheen werden takken gevlochten. Dan vermengden de boeren klei, mest en stro. Dat werd over de takken gesmeerd. En als alles opgedroogd was, bleef er een harde muur over. Dan kon het dak worden bedekt. Dat deden de boeren met riet. Net zoals nu ook nog wel gebeurt. De boeren gebruikten al gereedschap. Van vuursteen werden bijlen gemaakt. En ook pijlpunten voor de jacht. Ook dieren. Schapen, geiten en varkens. Voor de melk, het vlees en de huiden. Van die huiden kon je kleren en schoenen maken. Verbouwden de boeren graan. Als het graan rijp was, werd het van het land gehaald. Met een vijzel maalden ze de graankorrels tot meel. En van het meel maakten ze koeken of pap. Die pap aten ze uit potten of bekers. De bekers hadden vaak de vorm van een trechter. Dat was handig om ze vast te pakken. De boeren uit die tijd noemen we dus ook wel het trechterbekervolk. Veel meer weten we niet over de boeren die lang geleden in Drenthe leefden. Want ze schreven nog niks op. Dus wat er in hun leven gebeurde, of wat ze dachten, dat weten we niet.